Koffertjes. Nou, dit is jullie venten. En dan wil ik eerst. En dan wil ik eerst een applaus voor jullie allemaal zelf. Voor het ontwerp van de team. Duurzaamheid heeft ook alles met dit te maken, hè? Want als jullie hier zo staan, hebben jullie dan door wat je onder je voeten hebt? Gras. Aarde. Wat is het weer? Bladeren. En dan vis. Eén, toch nog eentje. Want binnen het gemeentehuis wordt er ook heel hard aangewerkt. Daar ben je. Ja. Wat is biodiversiteit dan precies? En hoe gaat dat er in de woonwijk, hoe kan dat eruit gaan zien? En waarom is het belangrijk dat we daar aandacht voor hebben? En biodiversiteit, en klimaatverandering, en de plastic soep, en die hele... Ja? Ja, lijkt je dat wel leuk? Ja, mij ook. Jullie hadden alweer over eigen jijnje. Nee, dit is het paars. In de grond zijn we testen, eerder wijze bomen kunnen we die voedsel doen. En die bomen, ja, dat zijn de longen, hè, van onze aarde. Wij zijn klaar. Dat gaan we nog een keer. Die moet ook een beetje verdelen. En mag ik jullie samen wat doen? Die komt dus dit. Oh, hè? Hier ben je. Hallo. Graag. Dan weten jullie ook wat er bijvoorbeeld in Epe gaat gebeuren de komende jaren. Want dat betekent dat het wat minder netjes wordt. En wat vind jij daarvan? Maar durf je daar ook wat van te zeggen? Nee, dat vind ik helemaal niet leuk wat jullie doen. Of dat is helemaal niet goed wat jullie doen. Komt ie? Ja. In twee. Ja. Een beetje zo hoor. Voorzichtig. En dan om en om. Met beleid. Als je niet wil, maar dan gaat het voor wel van nog liggen. Als je een beetje zo doet. Ja? Ja. Is het echt zo? Ik ben echt de enige dat ze begraven. Ik wil jullie ook bedanken voor in ieder geval voor het ontwerpen van de vlinders. Die vonden ze eigenlijk allemaal mooi. En jij zo'n dier? Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Ja.